En ik kan erover meepraten, want ik heb zelf een pleegzusje. En ik vind het woord pleeg vind ik zo, ik weet niet. Het is ook voor mij gewoon mijn zusje. Ik ken haar inmiddels nu 7 jaar. En ze kwam bij ons in het gezin, toen was ze 3. En ze zegt, maar ik ben niet je echte zusje, toch? Ik zeg wel. Nee, zegt ze, want je hebt geen zusjes. Alleen maar 3 broertjes. Ik zeg, ja, maar vanaf vandaag ben jij mijn zusje. Maar niet echt. Ik zeg, heel echt. Het allerechtst. Weet je, je moet zo'n kind, dat moet je gewoon, weet je wel, dat moet je zeggen elke keer. En ja, ik hou zo wel van, ik zou er niet eens meer, weet je wel, wat moeten doen als ik denk van, ze is er niet meer of wat dan ook. En het is een meisje, weet je, echt roze en poppetjes en verkleden en... En ik weet nog dat ik voor het eerst op televisie kwam. Dat was op school. En toen zegt ze, Najib Amhali is mijn broer. En al die kinderen, echt niet, echt niet, echt niet. Toen kwam ze huilend thuis, jongen. En toen ging ik mee naar schoolplein, hè. Kom maar. Echt wel! Echt wel! Stel dat je pestkoppen! Aanpakken die kids. Ja. Inmiddels is ze 10. En ze houdt van ponies. Echt, ze is gek. Ze spaart alles wat met ponies te maken heeft. Ik gaf er een keer een plaatje van een paard. Dan knipten ze zo die dingen eraf. Dus kijk nou eens de pony. En ik vind alles prima, alleen ik heb niks met ponies. Ik ben een keer gebeten door een pony. Bijten ponies? Ja, sommigen wel. Ik kwam niet aan je kinderboerderij. Daar gingen we wel heen, want dat was gratis. Dus gingen we naar de kinderboerderij. Dan was er 3 schapen, een varken, een geit en een pony. En toen stond er op een dag een vrouw bij die pony, stond zo die pony te kammen. En ze zegt, kom maar even aaien. En ik stond op een afstand. Ik zei, nee hoor, dat hoeft niet. Maar ze drong maar aan. Kom maar, hij doet niks. Ik zeg, nee. En ik stond met mijn vader, die stond achter me, die vond mij brutaal. En die zegt, ga pony aaien. Dus die duwt me naar die pony en die schrok dat beest. En dan hang zo in mijn vinger. Dus ik heb niks met ponies. Maar ja, ik ga mijn zusje niet vertellen, ponies zijn gevaarlijk. Dat doe je niet. Dus ik heb het toen een keer meegenomen naar dat park waar al die beesten samenkomen. Dat park, ponypark Slagharen. Echt, ik heb haar nog nooit zo blij gezien. Ze heeft op elke pony een rondje gemaakt. Dan ging ze een rondje maken en dan kwam ze terug en zegt ze, het is heel leuk. Ik zei, ja, nou ga maar. Jij moet ook een keer. Ik zei, nee, dat hoeft niet. Ben je soms bang? Ik zei, nee, ik ben helemaal niet bang. Echt wel? Zei, echt niet? Geef eens een pony. Nou, het zag er niet uit. Ik had zo'n kleine pony, ik liep er gewoon zo bij. En dat valt me ook op van haar bijvoorbeeld. Kinderen in de grote steden, bepaalde dieren, ze weten het niet. Ze kennen bepaalde dieren, kennen ze gewoon niet meer. Omdat ze de hele dag achter die computer zitten en chatten en Xboxen, weet ik veel wat. Ik nam hem mee naar Artus. Ik denk, laat ik zien hoe de dieren eruit zien en dan moet ze raden wat het is. En we staan nog niet eens binnen. Ze zegt, zijn hier ook ponies? Ik zeg, ja, tuurlijk, kom. Wat voor ponies? Schoon, allemaal soorten ponies. Grote ponies, kleine ponies, ponies met een hele lange nek, ponies met een slurf, ponies met 2 bulten. Kom, allemaal ponies. En we staan bij het eerste dier. Ik zeg, wat is dat? En ze zegt, poes. Ze kijkt naar goed, is er geen poes? Oh ja, grote poes. Ik zeg, nee. Dat is een leeuw. Ze zegt, oh ja, leeuw. Ik zeg, ja, maar dat wist je niet. Ik zeg, hoe doet een leeuw? Miauw. Ja. Die weet ik nog niet meer. Ik zeg, een leeuw doet. Zo doet een leeuw. En we hebben 20 minuten naar die leeuw zitten kijken. En die doet dus helemaal niks, hè. Die zit... Nou, dan ga ik zo'n beest uitlokken, want zo ben ik ook. Interactie, dan loop ik even heen. Hoi, leeuw. Hoi. Ruim. 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 Als je me noemt. Als je me noemt. Geen beweging in te krijgen, echt. Nou, dan lopen we verder, staan we bij de lama's. Ja, ik vind ze niet grappig, hoor. De dieren bewegen niet, man. Ik hou van reptielen. Ik vind het mooi, weet je wel. Dat is een reptielenhuis. En ik kan ook echt uren gewoon staren naar een slang. Dat vind ik mooi. En ik weet niet waarom, maar dan kijk ik daarna en denk een mooi beest. En dan komt ze erbij staan en zegt ze, waar kijk je naar? Ik zeg, daar, slang, in de hoek. Wat doet hij? Ik zeg, niks. Waarom niet? Nou, hij is moe. Waarvan? Ik zeg, ja, dat weet ik niet, maar dan gaan we vragen. En dan klop ik zo tegen een glas aan. En dat mag ook niet meer. Ze hebben stickers neergezet. Niet kloppen, AUB. Ik denk, hoezo? Doet hij dan open? Wat? Ja. Nee, je mag zo'n beest niet storen. Ik denk, oké, is goed, maar hoe kun je iemand storen die de hele dag niks doet? Krokodillen, precies hetzelfde. Die krokodillen die hebben zo'n soort van nepvijvertje en dan komen ze uit en dan gaan ze zo liggen. Ze bewegen niet. Dat je denkt van, leeft dat beest wel? En dat kun je alleen maar weten als je er een appel naartoe gooit. Dan heb je actie. En bij een krokodil moet je mikken, hè, want dat is gewoon overal keihard. Je moet op het oog zo, poing, doet hij. En dan gaat hij die appel bijten. Maar hij lust geen appel, dus hij spuugt het allemaal uit.
Ja, ik vermaak me daar, hoor. Hey. En we hebben ook alle twee een lievelingsdier, dat is Tanja. En Tanja, kennen mensen Tanja? Heel bekend. Tanja, het nijlpaard. Die ligt daar in een bassin, zo heet dat. Bassin, volgens mij bad. Maar goed, bassin. En Tanja, het nijlpaard, ligt vaak onder water. Maar dan komt de verzorger erbij en dan doet hij dit. Meer niet, boven die bassin. Dan komt ze omhoog, die bek gaat open, die houdt ze open. En de verzorger die heeft... Vrachtwagen wil ik zeggen, maar het is natuurlijk geen vrachtwagen. Kruiwagen. Ja, Nederlands, moeilijk. Ja, taximan, moeilijk. Een kruiwagen, vol met andijvie. En dan schept hij zo die andijvie zo op, zo in die bek. Kilo's tegelijk. Doet ze de bek dicht, pop, bek open, weg andijvie. Dat was zo'n mooi gezicht, man. En nijlpaarden zijn niet lief, hè? Nijlpaarden zijn de gevaarlijkste dieren van heel Afrika. Er gaan jaarlijks meer Afrikanen dood omdat ze worden vertrapt en gebeten door nijlpaarden als door roofdieren. En ik denk dan, hoe kan dat dan, man? Zo'n beest die toch aankomen lopen, of niet? Je botst niet per ongeluk tegen een nijlpaard of zo. Poink, oh sorry, ik had je niet gezien, man. Dat beest weegt tonnen, man. Dus ik vraag me hoe ze dat dan doen. En waarschijnlijk kunnen nijlpaarden dingen die wij nog niet weten. Waarschijnlijk kunnen ze achter een boom heel snel... Ik weet het anders ook niet, hoor. Ik sta daar met mijn zusje bij Tanja. En ze zegt, kun je haar ook roepen zoals die verzorger dat doet? Ik zeg, tuurlijk kan ik dat. Ga een beetje naar achter, let op. Dus ik sta zo boven die bassin. En echt waar, mensen, het werkt. Als je me niet gelooft, moet je het doen. Nou, vinden ze niet goed daar, maar gewoon op afstand. Dat beest komt omhoog en die bek, jongen, die gaat, wow, die gaat zo open. En dan zie je mijn zusje kijken naar mij van, wat goed van jou. En dan sta ik daar, ja. Maar ja, die bek blijft open, want ze verwacht andijvie. En ik heb niks. Ik had een appel, maar die heb ik aan die krokodil. Gewoon een beetje spuug, man, dan gaat zo weer weg. Ja, ik haal mijn hele jeugd in, hoor, hè, mensen. Ja, ik ging nooit naar dierentuinen, nooit. Kostte geld. Sowieso niet naar pretpark of leuke Six Flags of Walibi Flevohof. Bobby Haanland. We zijn dus op de reclame, kom maar langs als je durft. Ik ja, durf wel, maar we hebben geen geld. Nou, ik lieg. Ik ben één keer wel naar een pretpark geweest, de Efteling. Samen met een oom van mij, maar dat was in 1978. Dat was lang geleden. 1978. Ik en die oom van mij, we waren waarschijnlijk de eerste twee Marokkanen in de Efteling. En dan zijn ze dan, de eerste Marokkanen in de Efteling. En kijk ze toch eens genieten, deze Noord-Afrikanen, zij kijken er nog een uit. Hans en Gietje, dat zegt ze waarschijnlijk niet. En die kleinste met de krullen, wat zal daarvan terechtkomen? Dat was een mooie tijd, hoor, 78. En toen liepen we daar. En we hadden zelf broodjes meegenomen van huis en een appel. Toen zijn we dat op een grasveldje op gaan eten. En dan mocht je niet zitten, er stonden bordjes. Niet op het gras zitten. Maar ja, die oom die kon niet lezen en niet schrijven. Die zei, kom, maar hier zitten. En iedereen die voorbij kwam, zo, oh. Want wat was het nou, dat wisten we niet. Boven ons was het vliegende tapijt. Zo, ze zijn gevallen! Ze zijn... Ja, dat was een mooi jaar, man. 78. Ja. De laatste keer, dan ga ik dan met mijn zusje, doe ik wel leuke dingetjes. Toen zijn we naar de Efteling geweest. Volgens mij 2 jaar geleden of zo, anderhalf. Ik weet het niet meer. Maar toen hadden ze een rood kapje gestolen. Kennen mensen dat verhaal nog? Rood kapje was weg. Dan denk ik, je bent echt wel een loser als je een rood kapje meeneemt, of niet? Sowieso ben je een loser, hoor, als je spullen meeneemt die niet van jou zijn. Maar rood kapje stelen, dat doe je niet, man. Daar maak je niemand blij mee. Niemand. Dus het is hetzelfde dat jij 3 minuten gratis mag winkelen bij de zeeman. Ja. Sta je ook zo? Ja. Pff, doe dan! Ja, ik kijk eerst even, joh. Die blauwe lamp, die wil ik hebben. Nee, dat mag niet. Die is van de winkel zelf. Oh. Ja, dan weet ik het echt niet, man. Ja, dan pak ik wel zo'n zaklamp. Mag dat? Een zaklamp? Ja, is dat leuk? We staan er in het Sprookjesbos en ze zegt, waar is Roodkapje? Ik zeg, ja, die hoort hier te staan. Toen liep daar toevallig iemand van de Efteling. Ik zei, meneer, Roodkapje, waar is die? Hij zegt, heeft u dat niet gehoord vanochtend op het journaal? Dat hebben gestolen. Ik zei, ja, nu? Ja, nu niks. Ja, nu niks. Ik zei, je hebt er wel een reserve roodkapje pop ding. Ik zei, nee, wil er maar één. Ik zei, nou, dat is een beetje... Ik zeg, we hebben 1,5 uur in de auto gezeten. Speciaal voor Roodkapje. En dan ga jij mij even... Ik zeg, leg dat maar aan haar uit. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen. Hij loopt naar toe en zegt, hoi, Roodkapje is even boodschapjes aan het doen. En hij loopt zo weer weg. En zij zegt, oh, dan wachten we wel even.
Ik zeg, luister, die man jokt. Zo'n liegbeest. Ze is geen boodschappen doen. Was een pop. Die kan geen boodschappen doen. En ze had al boodschappen in een mandje. Ze is gestolen. En ze zegt, oh, mag niet. Ik zeg, inderdaad, mag niet. En ze vraagt, wie heeft dat gedaan? Ik zeg, hoe moet ik dat weten? Waarom vraag je trouwens aan mij wie heeft dat gedaan? Hoezo? Ik sta toch hier? Waarom vraag je niet andere mensen in het bos? Waarom alleen aan mij? Dat is heel gevoelig. Een Marokkaan vragen, wie heeft dat gedaan? Hoe moet ik dat weten? Dat weet ik toch niet? Dat zijn niet mijn vrienden. Nee, die zouden niet een pop stelen hoor. Die gaan eerder voor de Python, de achtbaan. Dan heb je ballen, hè? Het is wel 5 keer heen en weer rijden, maar dan heb je wel wat in je tuin. Ik zie mijn vrienden geen pop stelen. Alhoewel, Mo en Karim. En Mo! Ja, kijk eens die pop. Welke pop? Daar die rode met de mandje. Oh, die sabi, die is echt mooi. Ja, neem hem mee. Waarom? Ze hebben een hoofddoekje. Hier, voor je zus. Ik denk dat Mo en Karim eerder Lange Jan meenemen. Voor op de uitkijk. Ja, dat vinden ze leuk hier. En wat had een beetje gevolg. Ja, een roodkapje was. 4 dagen later stond een roodkapje er weer. Dat was allemaal een of andere stunt. Het was symbolisch. Het was namelijk net voor de verkiezingen volgens mij. Toen hadden ze een roodkapje meegenomen. Want roodkapje stond voor rood. Hè, de rode partijen. Die wisten het niet meer. Dus was ze weg. En de boze wolf was op dat moment Rita Verdonk. Want die had het allemaal toen gedaan. Kijk, en dan gaat het sprookje natuurlijk heel anders. Klop, 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 klop. Klop, klop, klop. Wat een rare klop zeg. Wacht. Klop, klop. Is hem ook niet, hè? Ding dong. Wie is daar? Ik ben het, oma. Roodkapje. Oh, kind. Heb je ID meegenomen? ID, ja, oma. Nou, kom dan maar binnen. Oma, wat heeft die grote ogen? Ja, zo kan ik die Marokkanen beter in de gaten houden. Oma, wat heeft die grote oren? Ja, zo kan ik die Antillianen beter afluisteren. Oma, wat heeft die grote neus? Ja, zo kan ik die Somaliërs beter ruiken. Oma, wat heeft die grote oren? Heb je dit ook al gezegd? Ja. Nou, u bent niet doof, hè, oma? Maar ik ben wel mijn grap kwijt. Oren, neus. Mond, ik heb hem. Oh, nee. Oma, wat heeft die grote bek? Ja, ik zat bij de VVD. Ik hoor, hij komt lang niet zo hard aan als ik hem gewoon goed had verteld in één keer. Ja, dat is live, hè? En televisie erbij, ja hoor. Ja, maar ik vind sprookjes echt een kleuterschooljongen. Ik genoot zo van die sprookjes die de juf vertelde. Dat deed ze dat grote sprookjesboek open en dan begon ze altijd heel standaard. Er was eens en dan kwam het, hè. En altijd op het einde en ze leefde nog lang. Zie je, ja, allemaal onthouden. Mooi is dat, hè. Echt, dan ging ik weer naar huis toe, dan ging ik slapen en zei mijn moeder, zal ik een sprookje voor vertellen? Vertellen deed mijn moeder. Maar dat was een Marokkaans sprookje, hè? Berberse sprookjes. En dat was niet met er was eens. Hup, ze was al begonnen. En het eindigde nooit goed, nooit. En toen zei de oude vrouw, ga maar lekker slapen, kinderen. En toen de kinderen sliepen, kwam de oude vrouw stilletjes de kamer binnen en at de kinderen, hap, 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 allemaal op. Nou, slaap jij. Dat slaapt niet lekker, nee. Nee. Daar heb ik echt jarenlang nog last van gehad. Dat ik dacht dat elke oude vrouw een heks was, ja. Daar kon ik niks aan doen. Liep ik op straat en dan kwam er een vrouw hoek om en dan... Aah! En zei ook, ah, met een tasje. Ah, ik, ah, ah. Ja, allemaal vooroordelen natuurlijk. Weet je, gelukkig dat is nou over. Daar ben ik blij om, hoor. Hey. Laatst liep ik door een ding, door een parkje heen en ik zie een wat oudere vrouw staan bij een boom. Weet je, want die stond daar zo. En toen dacht ik, nou, gewoon, dat is een oudere vrouw, die staat daar... Die is iets kwijt en die, kwijt. Hoe moet je iets kwijt? De bril. Wee! Oh! Maar ik was nieuwsgierig. Ik denk, wat is dat dan? Dus ik kom iets dichterbij. Maar ik denk, wat ziet ze dan? Want ik zie niks in die boom. En dat is allemaal psychologisch. Moet je maar eens doen, voor de gein. Op straat, staan blijven en omhoog kijken. Echt, iedereen die voorbij komt, die gaat gehaaid. Nou, dit is precies hetzelfde. Ik heb daar denk ik 2 minuten zitten staan. Ik denk, nou, ik zie het niet. Dus ik denk, vraag het. Ik zeg, mevrouw, wat is daar? Oh, sst, daar zit een eekhoorntje. Oh, ja, weet je wat dat is? Ja, weet wel wat een eekhoorn is? Het is een rat met een pluimstaart. Ik zeg, maar waar zit hij dan? Oh, hij zit nu even in zijn holletje. Oh,
Zit hij in zijn holletje. Ik dacht, nou ja, even kijken tot hij eruit komt. Is leuk toch, als je een eekhoorn ziet? Maar de beest dat kwam er niet uit en dat duurde lang, jongen. Ondertussen een hele rij achter mij. Meneer, wat is daar? Oh, er is net een panter ontsnapt. Die heeft een kind uit de kinderwagen getrokken. En die zit er met een eekhoorn in zijn hol. En die man die zegt, echt waar? Nee, natuurlijk niet, man. Dat kan toch helemaal niet? Maar mensen willen je heel graag geloven, man. Als je gewoon een beetje sensatie echt... Daar houden wij van. Sensatie, dat is heerlijk. Als je een verhaal vertelt, je dikt het een beetje aan. Ik heb het vorig jaar gedaan. Ik liep over de Veluwe en ik riep... Ik heb een puma gezien! Het hele land werd gek. Dat was ik. Toen heb ik ze een plaatje opgestuurd van een poes. Dat was een grote poes. Ik denk, nou man, we hebben geen puma's hier. We hebben geen wilde dieren. En die hadden we wel vroeger. Is mij verteld, in Nederland hadden we wilde dieren. En wat deden die wilde dieren? Die bedreigden de mensen. Dus hebben die mensen weer de dieren bedreigd. Toen werden het bedreigde dieren. En toen, poetsie. Zo gaan die dingen. Ja, ik vind het niet erg. Maar die mensen van de natuurmonumenten en Greenpeace en al die andere dierenactivisten. Die worden steeds grover, hè? Er staat er eentje bij mij in het winkelcentrum met een bord. En voordat je de winkel ingaat, laat hij zo dat bord demonstratief zien. En dan staat op, wij maken de aarde met z'n allen kapot. En dan loop ik voorbij en zeg, ja vriend, met z'n allen. Dus jij ook? Nee, want ik sta. Ik zeg, ja, dat bord is van hout. Daar hebben ze een hele boom voor om moeten. Nee, stopt het niet. Ik zeg, nou, leg het dan eens uit. Nou, dit en dit, en alles sterft uit. En we gooien troep en aarde, opwarming, dit en dit. De dinosaurus is er ook al niet meer. En we... Ik zeg, oh, dinosaurus is er niet meer. Ik zeg, nee, natuurlijk niet, dat werkt toch niet meer. Loop je op straat met je boodschappen, la 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 la. En ineens vanuit de lucht. Word je meegenomen door een frontosaurus, hoe heet die dingen? Brontigier-dingen, die. Ja, en dan type, ja, ik wil het uitleggen, maar ja, jij maakt daar grappen over. Ik zeg, nou, leg het dan uit. Ja, de Noordpool smelt. Sneller dan wij hadden gedacht. Ik zei, en dan? Ja, en dan, Najib, de Noordpool smelt. Ik zei, en dan? Dan komen die Noordpolen even hier naartoe. Ja, Polen genoeg in het land, waarom geen Noordpolen? Hey, het stukken wordt alleen maar goedkoper op die manier, hè?